1 op straat. Met Marianne van den Anker. Welkom bij 1 op straat met het rauwe nieuws, ongecensureerd en natuurlijk met de betrokkenen zelf. Nederlandse gemeenten maken het dak- en thuislozen moeilijk om zich in hun eigen gemeente te vestigen. Zo ook in Amsterdam, waar we vandaag staan, vlak voor het koude Nemo. Aan een koud kadekantje, zonder dak- en thuislozen, overigens in ons vizier. De gemeenten eisen minimaal 2 jaar regiobinding en geven zonder die regiobinding geen postadressen af. Hierdoor hebben de daklozen geen rechten, geen uitkering en ook geen woning. Volgens de Raad van Europa is dit te streng, maar hebben gemeenten niet gewoon gelijk. Ze moeten immers bezuinigen en bovendien wordt er veel fraude gepleegd met die postadressen. Bijvoorbeeld door mensen uit andere regio's die schulden proberen te ontlopen. En daarbij komt ook nog eens een spreiding van arme daklozen over het hele land lijkt heel redelijk. Wat is er eigenlijk mis met die regiobinding? Zometeen hebben wij een discussie in de bus. En dan gaan we daarna nog even luisteren naar wat er allemaal hier in Amsterdam op straat over gezegd is. Maar we hebben ook eigenlijk een echte betrokkenen, Erik Claus. Hoewel, je bent op dit moment niet dak- en thuisloos, maar jij was dat wel in de jaren 90. Je hebt een boek geschreven, Erik Claus, en dat boek heet Ik vond mezelf onder de brug. Nou, waar we het vandaag over hebben is dat het met name gaat over die postadressen. Want zonder postadres, Erik, dan kom je... Dan kom je nog verder in de problemen dan dat je al bent. Op het moment dat je geen postadres hebt, op het moment dat je al geen adres hebt, ja, dan schuift bijvoorbeeld de zorgverzekering je ook uit. Dat mag niet, maar ze doen het wel. En je bent dus ook al niet meer verzekerd. Je krijgt geen uitkering, je bent niet verzekerd, je kan niks. Zonder postadres geen bestaansrecht eigenlijk. Ja. En nou was jij zelf in de jaren 90 dakloos? Ja. Waar zwierf jij rond? Nijmegen. In Nijmegen. Mijn sociaalste stad. Sociaalste stad van Nederland. Nijmegen. Dit komt niet in Nijmegen voor. En toen was het vast in die tijd beter geregeld of was het anders geregeld? Kun je er iets over vertellen? Het was anders geregeld, denk ik. Toen waren er ook minder dak- en thuislozen. Tenminste, minder daklozen. En daar werd niet zo streng naar gekeken als nu. Kijk, ik kan me voorstellen dat gemeentes zeggen van er wordt mee gefraudeerd. Dat kan ik me voorstellen. En ik kan me voorstellen dat je dat wil aanpakken. Was dat in jouw tijd eigenlijk ook zo, Erik? In mijn tijd was het eigenlijk... Ja, dat gebeurde wel eens. Maar het had niks te maken met het feit dat mensen de stad ontvluchten wouden voor schulden of wat dan ook. Want als je ingeschreven staat, als een postadres, sta je gewoon binnen de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven. En deurwaarders kunnen daar op een of andere manier in kijken. Ja, volgens mij mag het helemaal niet, maar ze kunnen dat. Maar goed, Erik Claus, vroeger was het makkelijker. En het is ook zo dat jij aangeeft, ja, zonder postadres heb je eigenlijk geen toegang tot voorzieningen. Hè? Want met een postadres gaat pas de uitkering worden opgestart, et cetera. En komen ook alle bijkomstige voorzieningen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Nou ja, huurtoeslag krijg je niet als dakloze, maar... Ja, oké, dat is waar natuurlijk, ja, want je hebt... moest jij vroeger iets betalen voor de opvang? Ja, tuurlijk, hetzelfde als je nu betaalt, €5 per nacht. En hoe kwam je aan dat geld? Ja, maar ik kreeg gewoon een uitkering. En dat was heel mooi geregeld. Bij ons was dat echt mooi geregeld. Ik tekende iedere dag een machtiging. 1 keer per maand ging die machtiging naar de sociale dienst. Dat werd verrekend via mijn uitkering. En het was gewoon betaald. Dus je hebt ook controle op de mensen of ze wel degelijk dakloos zijn en of ze wel degelijk in de stad zijn. Ja. Dus jij zegt, vroeger, de goede oude tijd, was alles beter. Ik denk dat dat nu nog kan. Ik denk heb dat je dat ook moet doen. Heb je contact met dak- en thuislozen op dit moment? Tuurlijk. Het is niet zo dat ik eruit gestapt ben. Toen ik eruit gestapt ben, is pas mijn tussen aanhalingstekens succes gekomen. Ik heb een x-aantal grote projecten gedaan in Nederland die heel succesvol zijn verlopen. Ik doe nou nog steeds van alles. Ik geef nog steeds advies. Ik doe nog steeds op dat gebied nog heel veel. Hoe kan jij als zeg maar betrokkenen en ook nog kennishebbend nu van veel mensen in een situatie zitten, een voorspelling doen wat er gebeurt als we het probleem met die postadressen en die gemeentes die daar niet aan meewerken niet oplossen? Wat gebeurt er dan? Nou, het heeft niet alleen met postadressen te maken, het heeft met veel meer dingen te maken. Maar goed, het is al een puinhoop en het wordt nog veel erger. En het gaat nog veel erger werken. Mensen, als de mensen niet geholpen worden, drijf je ze ook de criminaliteit in. Hè? Want mensen moeten wel geld hebben om te overleven. Maar criminaliteit is toch verboden? Dat geeft je toch geen recht om dan maar vervolgens te gaan jatten en te roven en te stelen? Ja, maar en wat moet je dan als je niks hebt? Je bent een mooie. Je hebt geen rode rotcent. De gemeente wil je niet inschrijven. Je krijgt geen uitkering. Wat moet je dan? En je krijgt geen
Ja, en je krijgt een baan. Kapot gaan aan de straat. Maar wat vind jij dan gerechtvaardigd dat Dak en Thuishozen dan gaan doen? Jatten, iemand beroven? Nou, ik zeg niet dat het gerechtvaardig is. Nee, je mag officieel niet stelen. Maar goed, ik ben jaren dakloos geweest. Ik heb de halve Albert Heijn leeggestolen. Dus ja, om te overleven doe je raarste dingen. Is dat het ergste dat je hebt gedaan, Erik? De Albert Heijn leeg roven voor wat te eten? Onder andere. Ik heb wel wat op mijn kerfstok. Maar ik heb geleerd van mijn fouten. Ik heb mijn dingen aan de maatschappij terugbetaald. Ik heb, wat ik zeg, succes gehad met een x-aantal dingen wat de maatschappij ook weer geld bespaard heeft. Nou, je hebt het weer mooi goed gepraat. En in ieder geval zullen we de luisteraar nog even attenderen op jouw boek Ik vond mezelf onder de brug. Als dat verkoopt, dan hoef je in ieder geval niet meer te gaan jatten en te stelen en in te breken. Dat is al heel lang geleden, hoor. Dat is eigenlijk al heel lang geleden. U hoorde Erik Claus. En vandaag ging onze verslaggever Tjade Michels in Amsterdam op pad om eens aan de Amsterdammers hier te vragen hoe dat nou zit met die postadres of ze mensen in huis zouden willen opnemen. Rasta man. Zaza man. Het is koud buiten. Heel erg koud. En dus is het ook heel erg druk hier binnen in de Black Watra. Dat is een opvangcentrum net buiten het Centraal Station van Amsterdam. Het is hier eigenlijk een gezellige boel. Er staat een grote tv aan. Allerlei mensen zitten gewoon aan tafel rustig een peukje te roken, te dominoën. In het midden staat een pooltafel waar mensen fanatiek aan het spelen zijn. Frank, jij komt volgens mij niet uit Amsterdam, toch? Jij komt uit Brabant. Ja, klopt. Ik kom oorspronkelijk uit Roosendaal. En het laatste heb ik maar ingeschreven bij een dakloscentrum Bergroom. Dat wil eigenlijk dus zeggen dat jij hier in Amsterdam gewoon helemaal niet mag zijn als dakloos. En ook van niet gebruik mag maken van de voorzieningen. Ik weet niet precies hoe het zit, maar ze kunnen allebei moeilijk doen. Ja, we willen hier niet een dakloos erbij. Maar de gemeente Googst, we zullen aankijken hoe het met die jongen gaat. Want die jongen sukt het ook al een jaar rond. Marcel, wij zijn even in het kantoortje gaan zitten hier bij de Black Watra. Het is nog steeds even druk. Mensen zijn muziek gaan draaien, dus hier kunnen we een beetje rustiger praten. Hoe ben jij hier terechtgekomen? Nou, toen ik hevig aan de drugs was, toen kwam ik hier wel vaak. Het is de enige plek waar de politie niet achter je aan zit. En je kan even tot rust komen. Nu ben ik bezig om mijn hele leven te veranderen. Geen drugs meer te gebruiken. Vrienden van mij komen hier. En ik ken hier ook een paar mensen. Dus vandaar dat ik hier regelmatig kom. Ja, precies. En nou goed, we hebben het vanavond in de uitzending over onder andere de problematiek rond de postadressen. Ja. Heb je daar zelf wel eens problemen mee gehad? Nou, ik heb er sinds kort best wel problemen mee gehad. Het ging over mijn regiobinding. Men kwam erachter dat ik niet ingesloten 2 jaar in Amsterdam woonde. Dat was wel zo, maar ik was in de kliniek. Dus dan geldt dat niet meer. Dus, maar goed, daar heb ik dus weken achteraan moeten gaan om uiteindelijk wel die postadres te vinden. Terwijl ik daar gewoon recht op had. De gemeente zegt, ja, we zijn gewoon bang voor fraude. En er zijn nogal wat mensen die gigantische schulden hebben. Ja. Ja, het moet allemaal weer ook niet te makkelijk worden dat wij iedereen geld geven en dat er verder niks gebeurt aan de achterliggende problemen. Mm-hmm. Dat is, daar kan ik me wel iets bij indenken, ja. Dat de gemeente dat zegt. Daar zit ook een deel van waarheid in natuurlijk. Maar nogmaals, je kan niet iedereen over één kam scheren. Je hebt te maken met heel veel dak- en thuislozen. Ik denk dat men zoekt naar een uitgang en die mensen worden eigenlijk in een hoekje gedrukt. Daar is op dit moment geen oplossing voor. Dus ik hoop dat ze daar best wel een oplossing voor komt. Ja. Want het is een hele grote groep. Het is niet een kleine groep. En het probleem met die postadressen, daar praten we hier in Amsterdam verder over. Want de kwestie die eigenlijk speelt hier in Beers van Federatie Opvang is dat als je geen postadres hebt, dan is het vrij lastig om ingeschreven te worden bij de gemeente. Heb je geen toegang ook tot allerlei voorzieningen. En dan geldt er verder nog iets als een regiobinding in dit land. Leg dat eens even uit. Om te starten, je begint inderdaad niet zonder een postadres. Want zonder een postadres kun je. Een postadres betekent dat je ingeschreven bent bij de gemeente, dat je een ID-kaart kunt aanvragen. En met een ID-kaart ben je iemand in Nederland. En kun je bijvoorbeeld een baan bij een werkgever vragen. Zonder ID-kaart ben je niemand. Bij Nemo is dat wel passend, ja. Als het gaat om regiobinding, dat is gewoon de eis die gemeenten stellen aan iemand die dakloos is, dat hij kan aantonen dat hij 2 jaar van de afgelopen 3 jaar aantoonbaar in een gebied, in een regio heeft verbleven. Elke centrumgemeente, we hebben er 43, zijn verantwoordelijk voor een regio. Je moet aantonen dat je in die regio hebt verbleven. En waarom, Rina Beers van Federatie Opvang, hebben gemeenten dat verzonnen?
Het is al een heel oud gebruik in Nederland. Het gaat al honderden jaren terug. En het komt er eigenlijk op neer dat gemeenten geen mensen willen binnenhalen die kosten. Gewoon kosten gaan opleveren voor de gemeente. Mensen die een uitkering gaan aanvragen. Mensen die een opvangvoorziening willen gebruiken. Eigenlijk zijn dat brandende huizen die je niet wil verzekeren. Dus daar die zijn weinig aantrekkelijk om binnen te halen. Dus dan doe je iets om ze buiten te houden. En dat is regiobinding. En nou zit bij ons in de bus ook Dirk Rutgers. Jij bent van handhavingsafdeling. Melding aan handhaving van de gemeente Amsterdam. Ja, ik zie nog geen penning. Maar jij mag handhaven en dat doe je ook op die regiobinding, zoals Rina Beers net aangeeft. Nee, dat doen wij zelf niet. Ik ben alleen voor de in- en uitschrijving in de basisregistratie personen. En dat houdt in dat als je in Nederland verblijft ergens en je woont ergens, dan dien je daar geregistreerd te worden. Ben je dak- en thuisloos, oorspronkelijk is dat eigenlijk voor de binnenvaart bedoeld, dan kun je een briefadres nemen. En die regiobinding, die valt in het sociale domein en die is er eigenlijk voor bestemd om geen aanzuigende werking per gemeente te hebben, zodat de gemeente die het goed geregeld heeft of beter geregeld heeft dan een ander, dat daar een heleboel mensen zich gaan migreren naar die gemeente toe, zodat er een onevenredige verdeling bestaat. Ja. Daar kan ik zelf nog wel over meepraten. In de tijd dat ik wethouder was, hadden we de Pauluskerk, de beroemde Pauluskerk in Rotterdam. En dominee Visser had een groot hart. En iedereen in het hele land wist dat ook. Dus we kregen gigantische hoeveelheid daklozen die vervolgens inderdaad op kosten van de gemeente een huis moesten hebben en een bijstand en woonbegeleiding, et cetera. Dus die regiobinding is verklaarbaar. Marina Beers, jij zegt, de Raad van Europa heeft daar een uitspraak over gedaan. Ja, de Raad van Europa, althans de Commissie voor de Sociale Rechten, heeft gezegd dat het stellen van extra toegangseisen aan de maatschappelijke opvang, dat is nog iets anders dan het inschrijven bij de gemeente, dat is in strijd met de mensenrechten. En het is sowieso in strijd met onze eigen wet maatschappelijke ondersteuning, waarin staat dat er landelijk toegang wordt geboden. Maar goed, wij moeten ons houden aan die mensenrechten waar de Nederlandse staat voor heeft getekend. Dus het mag niet meer, zegt Rina Beers, en niet jij zegt dat alleen, maar de Raad van Europa en Commissie. Dirk, dat betekent dat jij dus gewoon iedereen moet inschrijven vanaf morgen. Want de Raad heeft gesproken. Ja, nee, dat is niet zo. Ik moet in principe iedereen inschrijven die hier verblijft. Woonachtig of dan wel dak- of thuisloos. Alleen het gaat erom dat, waar je Rina het over heeft, gaat het om het sociale domein, dus de hulp. Vraag die mensen waar mensen aanspraak op kunnen maken, daar zit die regiobinding aan vast. Ja, en maar daar, wat Rina Beers, ben je het ook niet over eens? Hè? Dat die postadressen, want dat is dus weer iets heel anders dan die regiobinding, dat die postadressen door de gemeente niet worden verstrekt aan dak- en thuislozen. Nou, wat we zien in de praktijk is dat aan het afgeven van een briefadres extra eisen worden gesteld. En dat iemand die dak- en thuisloos is, die zou gewoon moeten worden ingeschreven, al was het bij wijze van spreken het adres van de speeltuin waar die woont of het bootje waar die in slaapt. Maar dat doen gemeenten niet. En nu ben je heel boos. Nou, het is niet zozeer boos, maar als wij iets willen doen aan het probleem van dak- en thuisloosheid, wat overigens de maatschappij heel veel geld kost als je er niks aan doet, dan is het handig als je in ieder geval mensen administratief in leven brengt, zodat ze dat ID-bewijs hebben. Dan kunnen ze ook geen boete krijgen voor het zonder een ID buiten op straat lopen, want je bent verplicht om een ID-bewijs te hebben in Nederland. En met dat ID-bewijs kun je ook gewoon inderdaad je administratie op orde gaan brengen. En dat is voor iedereen in Nederland echt noodzakelijk, dat je je kunt verzekeren. Dat is ook een verplichting van elke burger. Dus ja, daar moeten we iets mee. Daar moeten we iets mee. En we is in dit geval, kijk maar weer even naar jou, Dirk Rutgers. Ja, daar zou de gemeente wat mee moeten met die postadressen. Nou, schrijf ze nou toch gewoon allemaal in? Ja, nee, ik denk dat Amsterdam best al heel veel doet. Hè. Als je het hebt over dak- en thuislozen voor wat betreft, die recht hebben op een uitkering, die hebben een inschrijfadres bij DWI. En daar wordt dat ook getoetst. Als DWI is dienst, werk en inkomen. Sorry, ja. Als je het hebt over dak- en thuislozen die niet die binding hebben, daar is een mogelijkheid voor inschrijving bij het HVO, maar daar zit dan die HVO is? Hulp voor onbehuisden. Ja. Maar daar komt dus de binding wel om de hoek kijken? Daar komt de binding inderdaad om de hoek kijken. En als je dan niet kan aantonen dat je 2 jaar binding hebt gehad met Amsterdam, precies, door een bankrekening, dan zegt Dirk van je komt er bij mij niet in mijn basisadministratie. Mag ik wat erover zeggen? Want het gekke is, de regiobinding, ja, toen we daarmee begonnen zijn, tenminste toen we daarover zijn gaan schrijven, en ik ben er toevallig zijdelings redelijk lang mee betrokken, is die 2 jaar nooit te sprake gekomen. Dus daar waar Rina zegt, het bestaat al sinds jaar en dag, zeg jij eigenlijk, Erik, het bestaat Erik ook van wel, maar op een gegeven moment hebben ze dat nieuw leven ingeblazen. Ze vonden tot het de spuigaten uitliep en ze wouden een verandering erop doen. En dit is ook in dat opzicht, in die tijd werd er gesproken over het feit dat als mensen uit een andere stad kwamen, aanklopten in
Amsterdam dus bijvoorbeeld, geholpen werden. En tot er binnen 6 weken werd gekeken of die mensen terug konden gaan met een warme overdracht naar de stad waarvan ze daar kwamen. Ja, wat best logisch is, dus toch, nou, Erik? Ja, en dat wordt dus nou allemaal niet gedaan. Want ze zeggen gewoon van, ja, je hebt geen 2 jaar geen binding, klaar. En dan ben je dus er gewoon al fout bezig, want je laat ze aan hun lot over. En je laat ze aan hun lot over. Rina Beers, is er iets waardoor jij nu zegt, ik maak me ook extra druk, omdat er bijvoorbeeld juist meer dak- en thuislozen aan Wat wij zien is dat er zijn, zeg maar, de nieuwe economische daklozen. Mensen met pech, met hun bedrijf gaat failliet, ze verliezen hun banen, et cetera. Die hebben vaak wel een sociaal netwerk, familie, vrienden die hen wil opvangen, tijdelijk. En als ze zich dan op dat adres willen inschrijven, dan komen ze in de problemen. Want dat briefadres wat ze dan van die kennissen krijgen, dat leidt ertoe dat die kennissen bijvoorbeeld hun huurtoeslag of hun zorgtoeslag zien wijzigen. Dat hun uitkering in gevaar wordt. Op 1 januari wordt de kostendelersnorm in de wet werk en bijstand ingevoerd. En de Belastingdienst is in staat om, zeg maar, te zien wie er in jouw huis woont. En als het met meer personen is, dan heeft dat invloed op toeslagen en op uitkeringen. En dat zien we nu in de praktijk ook. Dus die Belastingdienst helpen niet. Leuker kunnen we het niet maken, maar makkelijker wel. En we zien je altijd, dat zeg jij er nog even bij, Rina Beers, de Belastingdienst. Iets kan je altijd vinden. Maar de kern is, je zegt even iets heel belangrijks. Hè? Je zegt, er zijn nieuwe dak- en thuislozen. En dat zijn dus mensen die economische dak- en thuislozen, noem jij ze? Ja, mensen die gewoon pech hebben gehad met hun baan of met hun bedrijf. En dus tijdelijk, zeg maar, hun huis kwijtgeraakt zijn daardoor. En die staan dan op straat? Ja, en zouden in principe wel door vrienden of kennissen kunnen worden geholpen. Maar als ze zich op dat adres van die vrienden of kennissen inschrijven, die geven hen een briefadres, dan verliezen ze dus, verliezen die kennissen, zeg maar de gastheer, die vrienden, de gastfamilie, familie. Die lopen risico dat ze in de problemen komen qua belastingtoeslagen en qua uitkering. En dat vinden jullie een hele slechte zaak vanuit de federatie opvang. Ja. Je zegt, maakt dat wel mogelijk. Er is onderzoek gedaan in Friesland hiernaar. En de bereidheid van mensen, dus van kennissen en vrienden om te helpen, is groter dan we denken. Maar niet natuurlijk als ze daarmee meteen in de problemen komen met de sociale dienst of met de belasting. Kleine correctie hierop. Op het moment dat er een inschrijving is met een briefadres, dan betekent dat je daar voor de overheid bereikbaar bent, maar niet benaderbaar. Dat betekent dus niet fysiek benaderbaar. In principe woon je niet op dat adres. Dus het zijn de gastheren, Rina Beers. De overheid die zal niet korten op toeslagen en dergelijke op het moment dat iemand als briefadres bij een vriend of een ander gevestigd is. Als die daar feitelijk woont, dan is het verhaal anders. Dan dient hij zich daar gewoon in te schrijven. Maar Dirk, even in gewone mensentaal. Als je er dus woont, dan ben je dak en thuis. Dan wil je er zelf ook een uitkering, anders kan je niet bestaan. Nee. En dan, dan is dus de kwestie, dan geldt dat niet. Maar als je er werkelijk woont en inschrijft als woonachtig, dan geldt wat Rina vertelt wel. En dan geldt dus ook dat, en dat geldt dan alleen maar weer voor mensen die zelf een uitkeringssituatie hebben, dus de mensen die gewoon een baan hebben of toeslagen, dat er dan van afgaat omdat jij zo barmhartig bent. Ja, dan. Oké, en de federatie opvang zegt dat moet afgelopen zijn, want dat is helemaal niet handig. En dan wordt het tijd voor de politiek om daar een uitspraak over te doen. We zijn heel blij dat we aan de telefoon gemeenteraadslid voor de VVD hier in Amsterdam hebben, Dylan Jezilkus. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt alles gehoord, Dylan. Rina Beers van Federatie Opvang zegt 2 belangrijke dingen. 1, de Raad van Europa heeft een uitspraak gedaan. We zijn in Nederland veel te streng, dus ook de gemeente Amsterdam. En het tweede is, maak nou ruimte voor mensen die bereid zijn om iemand op te vangen, dat ze niet gekort worden op hun uitkering. Wat vind je van beide zaken? Nou, als ik eerst in algemene zin mag reageren op de discussie die ik inderdaad heb meegeluisterd. Wat ik daar jammer aan vond, laat ik dat zo zeggen, is dat we niet hebben gezegd hoe goed de opvang in ieder geval in Amsterdam geregeld is. De maatschappelijke opvang, er zit ontzettend veel ex-dak- en thuislozen dan eigenlijk in, hè, want die hebben dan op dat moment onderdak, zitten in een traject. En er werken echt honderden hulpverleners in die branche die zich gewoon dag en nacht letterlijk inzetten voor deze mensen. Dus dat wil ik wel zeggen. We hebben hier Bij deze, Dylan. Complimentje voor iedereen die op orde gebracht. En dat gaat ook goed. Nou, even terugkomend op Raad van Europa. Regiobinding. Raad van Europa. Die heeft een uitspraak gedaan. Wij wachten nog op de uitspraak van de Comité van Ministers daarover. Ik ben zelf kritisch geweest over de uitspraak van de Raad van Europa,
Omdat ik vind dat aan een aantal dingen voorbij gegaan is. Op het moment dat je de gemeente verplicht om iedereen op te nemen die niet voor zichzelf kan zorgen en op straat is. En daarbij dus niet kijkt naar wat de oorzaak is en wat er aan de hand is en waarom men niet voor zichzelf kan zorgen. Dan sluit je je ogen voor een heel groot probleem. Want dat betekent in Amsterdam hebben we bijvoorbeeld te maken met op dit moment tussen de 5.000 tot 10.000 ongedocumenteerden die illegaal hier dakloos zijn. En daarmee zeg jij, Dylan, dat kunnen wij gewoon niet aan als gemeente. Stel dat we mee zouden moeten. Ik heb nagedacht, wat doe je dan vervolgens met die mensen? Waar plaats je ze? Wat doe je de hele dag met ze? Wat voor perspectief bied je ze? Dus ik vind de uitspraak om die reden erg tekortschieten, omdat we dan met iets zitten waar we gewoon helemaal eigenlijk niets mee kunnen. Maar dat betekent dus dat jullie als Amsterdam en jij als VVD gewoon niet akkoord gaan. Jullie zitten ook in de coalitie met wat de Raad van Europa aangeeft. Ja. Wij wachten op de uitspraak van de comité van ministers en dan vervolgens het standpunt van het kabinet. Als het kabinet zegt, de PvdA en de VVD, wij gaan meedoen, dus alle gemeenten moeten zich aan deze regels gaan aanpassen en die moeten dit gaan leveren, dan zullen wij dat als gemeente ook gaan leveren. Maar ik hoop dat deze kanttekeningen worden meegenomen, omdat we vervolgens niet weten, wat moet je dan doen? Hoe kan je voor 10.000 mensen bepaalde opvang regelen? Met welk doel? Die mensen moeten hier dan de hele dag doelloos rondzwerven. Helder. Dus Dylan, dus jij geeft eigenlijk aan. De Raad van Europa. Dylan, jij geeft aan dat de Raad van Europa, wat jou betreft, kan rekenen. Ze gooien twee dingen door elkaar, hoor. Ja, maar ik ga het even samenvatten, want dan kunnen we door naar die postadres waar het uiteindelijk ook over gaat. Volgens mij zegt Dylan, die regiobinding, daar zouden wij als VVD Amsterdam niet voor zijn. Die willen namelijk graag behouden. He, want dat vinden we belangrijk qua spreiding. Graag behouden. Dan die postadressen. Ja. Het niet kunnen inschrijven en zonder postadres, om het even kort door de bocht samen te vallen, geen bestaansrecht en zonder bestaansrecht ga je jatten, roofstelen, inbreken. Ja, wij twee dingen. Wij willen de regiobinding graag behouden, mede omdat bewezen is ook dat je het beste dat een thuisloze in de eigen regio, in de eigen omgeving kunt opvangen, omdat dat de meeste kansen biedt op een succesvol traject om daarna weer zelfstandig te kunnen wonen. Dat punt is gemaakt. Nu dat postadres. Ja. Naar mijn weten kunnen dak- en thuislozen in Amsterdam, in ieder geval bij DWI, of inderdaad op andere plekken bij de hulpverlening, een postadres krijgen. Ik weet niet of hoe dat in het rest van het land geregeld is, maar ik denk zelf dat verreweg het grootste deel, laat ik het zo zeggen, van de dak- en thuislozen bekend zijn in Amsterdam, die hier hebben geleefd, of bij de hulpverlening, of bij de opvang, of bij de belastingdienst, ergens waarmee ze kunnen bewijzen dat ze recht hebben op een uitkering op een postadres in Amsterdam. Nou, is de praktijk volgens mij, Dylan, dat een aantal mensen nu probeert om zo'n postadres te krijgen? En laten we dat voor het gemak maar even postadres nemen, want dat is namelijk je toegangspoort ook tot een uitkering, tot toeslagen. En daar zijn eigenlijk weer twee dingen aan de hand waar we graag jouw reactie op willen hebben. Mm-hmm. De eerste plaats dat het vrij lastig is om toch zo'n postadres te bemachtigen. Dat hoorden we net ook in de uitzending vanuit de Blakawatta. En dat zegt ook Dirk Rutgers hier. Het lukt niet bij iedereen. Want als je geen regiobinding hebt, kom je er gewoon niet in. Ja, maar dat vind ik ook vrij logisch. Ik vind dat je je postadres moet krijgen daar waar je bekend bent, om de reden die ik eerder noemde. Dus ik ben niet van mening dat iedereen die wil een postadres bijvoorbeeld in Amsterdam zou moeten krijgen. Ik ben wel van mening dat iedereen die rechtmatig in Nederland is een postadres moet krijgen daar waar de regiobinding is. Rina Biers wil daarop reageren. Niet iedereen heeft opvang. Echt heel simpel. Er zijn heel veel mensen zonder regiobinding. Er zijn mensen die gewoon een tijd lang in de gevangenis hebben gezeten, in een kliniek hebben gezeten. Dat hoorden we ook van die meneer uit Blakawatra. Mensen die een tijd lang elders in het land verblijven, om welke reden dan ook, die gewoon niet aan één stuk door 2 jaar aantoonbaar in de systemen zitten. En dat betekent dat als ze zich op een gegeven moment weer melden, er is hier ik ken een Amsterdamse meneer en die heeft een Amsterdamse accent waar je eng van wordt. Die heeft 2 jaar hier rond moeten zwerven in de hulpverlening om te laten zien, om aan te kunnen tonen dat die regiobinding had. Hij, op de dag dat het zover was, na die 2 jaar, stond hij op de stoep van de gemeente, heeft zich ingeschreven, hij heeft inmiddels al lang weer een woning en een baan. En dan denk ik, waarom laat je mensen rondhangen op straat om te laten bewijzen dat ze hier 2 jaar wonen? Dat is echt gewoon zonde van iedereens tijd. Oké, Dylan, voor jou nog een andere vraag, want dit is denk ik helder. De Rina Biers van Federatie Opvang heeft een ander voorstel gedaan. Dat is namelijk de bereidheid die er best is bij een groot aantal mensen in Nederland om mensen op te vangen in je eigen huis. Maakt dat nou mogelijk? En dan moet de gemeente alleen met 1 ding heel soepel zijn, dat dan de uitkeringen die mensen zelf hebben, die persoon opvangen, niet worden gekort. Ben je daarvoor?
daar ben ik niet voor. Waarom niet? Daar ben ik niet voor. Daar hebben wij ook regels voor in dit land. En op het moment dat je ergens onderdak kan, dus bij familie of vrienden, dan, hoe hard het misschien ook klinkt, en ik snap ook dat het hele vervelende situaties kunnen zijn, maar dan ben je dus op dat moment niet dak- en thuisloos. Je hebt een sociaal netwerk waar je op terug kunt vallen, want onze plekken zijn enorm schaars. Dat is echt voor mensen die dat sociale netwerk niet hebben en ook nog eens indicatie hebben van geestelijke gezondheid. Maar Rina Beers wil daar graag bij. Maar dan moet je toch willen dat die mensen zich op het adres van die vrienden of die familie inschrijven. En dat die familie daar zelf in zijn belastingtoeslag en zijn uitkering geen last van heeft. Want juist de mensen die bij vrienden verblijven doen geen beroep op die dure opvangvoorzieningen. En Rina, als laatste van deze uitzending, daar ga jij voor pleiten en wel op 17 december? Ja, op 17 december is er overleg in de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Rijn over de maatschappelijke opvang en zwerfjongeren. En wat wij graag willen is dat er toch goed gekeken wordt naar de uitvoering van die briefadressen en postadresregelingen. Zodanig dat mensen goed netjes kunnen inschrijven. Maar ook dat families die hun huis openstellen voor iemand anders die dakloos is, dat die families daar geen last van hebben in hun toeslagen of in hun uitkering. En dat zullen we dan af moeten wachten. Net als dat hoe het kabinet gaat reageren op de uitspraak die er straks gaat komen van de Raad van Europa. En op het voorstel, hoe dit politiek gaat vallen, wat de federatie opvang heeft gedaan om vooral vrienden en familie die het mogelijk maken om een ander een plekje te geven. Niet zelf tekorten op uitkeringen en andere toeslagen. Dit was het weer, Eén op Straat. Morgen is natuurlijk pakjesavond. Dan zit Rob Oudkerk hier. Maar blijft u vooral nu luisteren naar twee dingen. Want daarin praat Alice de Bruin met Gert-Jan Oplaat. Hij is pluimveehouder en ook voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders. Zij praten over vogelgriep. En dan nu snel het nieuws van 8:30 met Amber Brandsen. NPO Radio 1. Presentatrice Diewertje Blok is in de aanloop naar het nieuwe seizoen van het Sinterklaasjournaal bedreigd. Ze heeft aangifte gedaan. Dat zei ze in het tv-programma De Wereld Draait Door. Blok ontving een dreigbrief. Vandaag was de laatste aflevering van het Sinterklaasjournaal. Daarin werd een zwarte Sint geïntroduceerd. In eerdere afleveringen waren al witte pieten te zien. Dit jaar werd met extra spanning uitgekeken naar het Sinterklaasjournaal vanwege de discussie over de huidskleur van Zwarte Piet. Het kabinet moet gaan meedenken met andere landen over maatregelen om belastingparadijzen tegen te gaan. Dat staat in een motie van de SP die de Tweede Kamer heeft aangenomen. Duitsland, Frankrijk en Italië pleiten voor een Europese wet waarmee belastingontwijking door internationale bedrijven wordt aangepakt. Het kabinet liet gisteren al weten onder voorwaarden bereid te zijn daaraan mee te werken. Staatssecretaris Wiebes zei onlangs dat Nederland geen belastingparadijs is. In Nieuwstad in Limburg is een noodverordening ingesteld. Aanleiding is de vrijlating van de leider van de Limburgse afdeling van motorclub Bandidos, Harry Ramakers. In de straat waar Ramakers woont is voorlopig cameratoezicht en patrouilleert de politie. Ramakers zat 10 maanden vast voor drugs- en wapenbezit. In maart werden er 2 aanslagen gepleegd op de woning van de clubleider. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat Ramakers was overgestapt van motorclub No Surrender naar rival Bandidos. Het Amerikaanse leger heeft vorige maand geprobeerd om een Amerikaanse gijzelaar in Jemen te bevrijden. De actie is mislukt, heeft het Pentagon vanavond bekendgemaakt. Het leger wilde Luke Somers bevrijden uit de handen van Al-Qaeda. De journalist wordt sinds vorig jaar vastgehouden door de terreurgroep. Volgens het Pentagon was Somers niet op de plek waar het leger dacht dat hij was. Het weer. Vanavond en vannacht vriest het licht. Het blijft droog. Morgen opnieuw een grijze dag. In de loop van de dag in het westen kans op lichte regen. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Dan kom je tot 2 dingen. Dan blijken 2 dingen. Er zijn 2 dingen. 2 dingen. Actueel en persoonlijk. Met Alice de Bruin. Hele goedenavond. Mijn gast van vandaag is een drukbezet man. Hij is namelijk eigenaar van een kippenbedrijf. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders. Hij is toch ook wel prominent VVD-lid, zat jaren in de Tweede Kamer. En hij is ook nog cabaretier. Gert-Jan Oplaat, goedenavond. Een goedenavond. Ja, het is een hele lijst, maar laten we toch eerst maar eens even hebben over die vogelgriep in ons land. Sinds een paar weken, hoe groot is dan de angst bij u dat uw bedrijf straks ook besmet raakt? Nou ja, die angst is heel groot even geweest. Omdat we bang waren dat we hetzelfde zouden krijgen dan in 2003. Maar toen al heel snel bleek dat het niet verspreid werd via contacten. Maar het incidentele gevallen waren, was die angst relatief snel weg. En waren we eigenlijk weer bezig om zo snel mogelijk de boel weer te kunnen opstarten en door te kunnen gaan.
waar we mee bezig zijn. Ja, want in 2003, u noemt dat, bij de laatste grote uitbraak werden er bij 1300 bedrijven 30 miljoen dieren vernietigd. Als je het zelf in een stal krijgt en je ziet, dan geeft dat zo'n schrikbeeld. Dan denk je, machteloos. Wat een ziekte. Als u wilt reageren op deze uitzending, hashtag twee dingen. U luistert naar Max op NPO Radio 1. Ja, Gerrit-Jan Oplaat, u bent dan misschien niet meer heel erg bang dat uw bedrijf straks ook besmet raakt. Maar ik kan me wel voorstellen dat u ermee opstaat en ermee naar bed gaat.